gaan we het hele eier eten. Ja, dus nooit en dan ook nooit water op iets gooien wat in de brand staat. Zeker niet als het vet is. Ja, op hout wel natuurlijk of zo. Maar als de frituurpan in de brand staat, nooit geen water opgooien. Oké, zometeen gaan we weer een demonstratie doen voor het bevrijden van de slachtoffer uit een auto. Ik verwacht binnen 3 kwartier een hoogwerker hier te plaatsen. Dus die gaat hier staan en die gaat de lucht in. En misschien dat er nog wel iemand mee mag naar boven. Dat is altijd een verrassing. Dus loop niet gelijk weg. Blijf nog eventjes. En als je eigen wil aanmelden als vrijwilliger, u bent altijd welkom. Als je boven de 18 bent, woonachtzaam in Brielen en in Brielen werkt of in de continu zit. Oh, dat is wel wat voor mij, denk ik. Afgekeurde brandweerman, maar gaan we dan uitrijden hier? Ja, was hier de fiets uitmaken, die dame? Ja, tuurlijk, dat ging dan een vissen. Ja. Nee? Daar ging uit die container in net. Van opa. Nou zie ik jou wel als brandweerman. Zou je ook brandweerman willen worden? Of ben je een meisje? Ik zie het niet door je helm. Een jongen. Een jongen, oké. Okay. Maar ik weet, ik misschien. Misschien. En misschien ook politie. Wat zeg je? En misschien ook politie van de dansen. Maar ik denk dat ik misschien echt brandweer ga worden. Kies je misschien toch voor de brandweer? Duiken. Oh, duiken bij de brandweer. Ja. Ja, dat is ook wel heel mooi, hè? Nou, wie weet, eerst jeugdbrandweer misschien. Als je dat leuk zou vinden. Mama! Ja. Mama. Mag ik nou, mama lopen? Hé, maar dat is stoer in zo'n echte brandweerwagen, hè? Ja, Wil. Ja, is dat jouw zoon? Nee. Oh, oké. Okay. Hoor. Dan moet je zwaaien naar mama. Doe maar zwaaien. Hé, hoe vind je dat nou in zo'n echte brandweerwagen? Leuk. Leuk, hè? Zou je misschien ook wel later brandweerman willen worden? Ja, echt waar, hè? Nou, dat gaan we dan nog wel meemaken misschien, hè? Kom je Wil tegen, die komt de foto's van je maken. En nou ben ik een stukje aan het filmen. Dus super. Zo. Ja hoor, niks zeggen hoor. Mag ik nou, dit is een open dag van de brandweer Brielen. En zoals jullie wel zien is er aardig leuk en goed uitgepakt. Hier staat de ambulances. En moeten we blijven. Nou. Nou, hier staat weer wagen. Het droneteam van de brandweer. Die doen vaak groot onderzoeken als er grote branden zijn. Dan komt ook, wordt het droneteam in dat hut om eventueel van bovenaf situaties te bekijken. Nou, kijk, een hele stoere knul in een zieke auto. Goed, hè? Vind je het leuk? Nou, zometeen nog een demonstratie bij de brandweer. Dan gaan we ook nog even kijken.
Nou, inmiddels is de hoogwerk is ook aangekomen. Hey, goedemiddag. Ja, goed hoor, goed. Ja. Zo. De hoogwerker van Helvoet Sluis die is aangekomen. We gaan even ruimte maken voor de Ah, geef niet hoor. Dat is zoveel joh. Zo, de hoogwerker die komt achteruit het terrein op van de brandweer Brielen. En die wil dadelijk opgesteld worden. De brandweer die staat nu bij een vlag half stok. En dat is ter nagedachtenis van de brandweercollega's die om zijn gekomen bij, bij branden, bij incidenten. Dus we gaan dat even doen. Omhoog. De derde juni van het jaar is altijd een bijzondere dag, want als brandweerkazerne staan 24/7 met harde zielen voor onze gemeenschap. En net zoals iedere andere brandweerpost in Nederland. En soms is het ook met gevaar voor eigen leven, want zelfs een brandweervak is niet zonder gevaar. En daar zijn we ons van bewust, maar we staan daar niet iedere dag weer stil. En soms gaat het mis en betalen we andere mensen de hoogste prijs die er te betalen is. En iedere zaterdag in juni, tijdens de Nationale Brandweerherdenking, staan we stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega's die omgekomen zijn tijdens het uitoefenen van het vak. En daarom vraag ik nu 1 minuut stilte die van iedereen.
Dank jullie wel. En misschien dat u er nog nooit over nagedacht heeft, maar de kleding die deze mensen al hebben, die beschermen ze tegen warmte. Alleen, 's winters is dat lekker. En tijdens brand ook, maar 's zomers is het toch wel eventjes best wel warmte oplopen. Want als je met 25 graden of 30 graden zo'n pak aan moet, dat is toch best wel heel koud. En tijdens brandbestrijding en een brandweerman hebben ze een complete uitrusting al. Helemaal ziekenhuisstraat. 25 kilo gewicht aan zijn.